Hoi, Sjoerd van Backshop. Als je nou wil leren gitaar spelen op een elektrische gitaar, dan kun je zelf een pakket samenstellen. of je kunt gebruik maken van het samengestelde pakket van de fabrikanten zelf. Ik ga je vandaag drie pakketten laten zien: twee van Squire bij Fender en één pakket van Ipanes. En we beginnen maar gelijk met het eerste pakket. Het belangrijke onderdeel van dit pakket van Squire FENDER is natuurlijk deze gitaar. Dit is een zogenaamd stratocaster model. En dat is een, 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 een heel oud gitaarmodel van Fender met drie zogenaamde single coil elementen, een uh, tremolo brug, drie knoppen en een vijfstanden strakelaar. Dit is gewoon een hele mooie sunburst gitaar om te leren spelen. Wat Fender heel handig doet, of Squire bij Fender eh, om eerlijk te zijn, is een dvd meeleveren. En op de, deze dvd daar staan eigenlijk de allereerste stappen die je moet eh, kennen en kunnen om gitaar te leren spelen. Daar staan zelfs de eerste akkoorden op en hoe dat je je gitaar moet stemmen en hoe moet afstellen als het nodig is. Die zit bij dit pakket. Eh, als je dan je gitaar werkelijk gaat stemmen, dan kun je dat doen met behulp van deze clip-on-tuner. Die clip je op de kop van je gitaar en dan kun je precies zien of je gitaar te laag, te hoog of goed gestemd is. Super handig. Er zit ook een zakje bij met een aantal accessoires. Er zijn twee inbusteuteltjes: dat is om je gitaar af te stellen, waaronder je Tremolo en een extra veer. Als je uh, houdt van een hele stevige tremolo, dan kun je die er nog extra bij zetten of gebruiken als reserve voor als er één stuk mocht gaan. Er zitten een aantal plektrums bij om te spelen. Natuurlijk zit er een, uh, een gitaarband bij, een strap en een, uh, een gitaarsnoer. Wat doe je daarmee? Nou, heel eenvoudig: de gitaar aansluiten op de versterker. En dit versterkertje is een heel handig versterkertje, want het heeft een aux ingang, zodat je bijvoorbeeld je MP3-speler of je CD-speler kunt aansluiten, en een hoofdtelefoonaansluiting. Zo kun je tot laat in de avond of diep in de nacht als je wil gitaar spelen. En je kunt meespelen met je favoriete tracks. Als je nou naar de repetitieruimte gaat, of naar de band, of naar gitaarles, dan wil je natuurlijk niet zo over straat met je gitaar. Fender levert daarom deze gitaartas, oftewel Gig Bag, mee. Dit is een heel uitgebreid pakket van Squire by Fender met het Stratocaster-model gitaar. Wil je nou meer informatie over dit pakket met deze gitaar? Kijk dan hier of klik daar voor meer informatie. En dan gaan we nu kijken naar het tweede pakket van Squire by Fender. Dit is het tweede pakket van Squire by Fender. Het is een vergelijkbaar pakket als wat we net hebben gezien. Maar het model gitaar wat hierbij geleverd wordt is de Telecaster. Dit is een Fender Telecaster model. Met twee single coils en een drie standen schakelaar om te schakelen tussen de diverse elementen. Een toon en een volumeknop. Gewoon een recht door recht aan gitaar met een maple hals, een S door een hals en een S door een toets. Ook weer een super fijn Waar je heel jaren mee vooruit kunt. Zoals gezegd, het is een vergelijkbaar pakket. Dus ook hier weer vinden we de dvd met hoe je een gitaar moet afstellen. De eerste akkoorden, zodat je lekker snel op weg bent. Een, een setje gereedschap en plectrums. Ook hier weer de clip-on tuner voor op de kop van de gitaar. Eenvoudig te stemmen. Uh, Jack, snoer, instrumentkabel, gitaarband. De gigbag natuurlijk. En een versterkertje. Als je goed kijkt, is dit één maatje groter dan het versterkertje wat we net hebben gezien bij het stratenkastenmodel. Maar ook hier weer een auxiliary-in om je MP3-speler of CD-speler aan te sluiten. En natuurlijk wel weer de aansluiting om tot diep in de nacht te kunnen spelen. Dit is het tweede pakket van Squire by Fender, telekastenmodel, het tweede pakket van deze vergelijking. Wil je nou meer informatie over dit specifieke pakket? Klik dan hier of kijk daar en dan vindt u alle informatie over dit telekastelmodel pakket voor de beginnende gitarist. Op naar pakket nummer 3, het pakket van Ibanez. Dit is het derde pakket van de vergelijking met de Ibanez gitaar. Dit is een wat ander type gitaar dan de twee die je net hebt gezien. De eerste was een Stratocastermodel, de tweede een telekastelmodel. Beide een beetje de oermodellen van de gitaar. En Ibanez staat wat bekend om een wat modernere gitaar. Althans, wat betreft de vorm. De vorige twee gitaren hadden single coils. Dit zijn allemaal humbuckers. En dat wil eigenlijk zeggen twee elementen bij elkaar. En die zorgen ervoor dat je geen brom en geen ruis hebt. Deze gitaar leent zich wat meer voor rockmuziek. Ook hier vind je weer een tremoloarm terug. En een volumeknop. En een toonknop. En een drie -standen schakelaar Om te schakelen tussen de voorste en achterste elementen. Net zoals bij de twee Squire-pakketten zit natuurlijk een gitaarband ingesloten, een tuner om te stemmen, een snoer om je gitaar te verbinden met je versterker, ook hier weer een versterkertje en er zit een, een koptelefoonuitgang op, die wordt in dit pakket meegeleverd. Um, Ibanez levert een klein tasje mee voor alle accessoires. Daar zitten onder andere de kabels in en ook het gereedschap om de gitaar af te stellen. Natuurlijk voor het vervoeren van je gitaar naar de les of naar je optreden of naar een repetitie een gigbag met Ibanez logo en een opbergvak waar je ook alles weer in kunt stoppen. Dus zoals je ziet ook weer een heel compleet pakket. Wil je nog eens even alles nalezen over dit pakket of meer weten? Dan klik dan hier of kijk daar. En dan vind je alles over dit pakket. Ik heb jullie nu drie pakketten laten zien: twee van Squire bij Fender en eentje van Ibanez. Ik wens jullie heel veel succes bij het maken van je keuze en heel veel plezier bij het leren spelen van elektrische gitaar.